Ja, ja oké, okay, dit klinkt beter. Dit klinkt beter. Dit klinkt beter. Allee, allebei even gratis. Ik zal niet weten wat eraan veranderd is. Maar ja. De techniek, hè? Ja. Is soms vreemd. Ja. Ja, dat weet ik ook niet. Ik wil wel gewoon dat we dit gaan doen. En dat we de draad gaan oppakken. Ja. Maar eerst ga ik op de record button klikken aan mijn kant. Ja. En als jij het aan jouw kant ook doet, voor alle zekerheid. Ja? Nou, normaal gezien moet daar lopen. Ik kan eens kijken. En nou ga ik... Ja? Ja. Ik kan eens kijken, ja. Wacht. Ja. Oké, okay, komt-ie. Ik ben nu aan het opnemen. Ja, dat van mij loopt ook. Oké, okay, ja. Okay, Herslieg. Ja. Herslieg Wilkommen, Herr Jurk Klisman. Ik vind het altijd zo grappig dat je altijd Duits spreekt. Hartelijk welkom, meneer Perry Winkel. Ja, 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 ik vind ja, het fijn ja, ja. om bij u te zijn. Ik heb het ook... ja, ja, ja. Ik heb het ook even opgezocht op het internet. Mm-hmm. Maar moeras, dat heet sumpf. Ja. Toch, hè? Of ja. Dutch. Ja, ja, is juist. Ja. Wij de Nederlanders, wij zijn Sumpf-Deutsche. Sumpf-Deutsche. Moerasduitsers of wat? Sumpf. De Moerasduitsers, ja. Ja. Wij spreken de gelijke talen. Die gelijke spraken. Het geeft niet zoveel verschil. Het geeft niet zoveel verschil tussen Nederlands en Diets. Hoogdiets, sorry. Nee, Platduits. Wij kunnen elkaar prima verstaan. Ik kom uiteindelijk uit Hamburg, ja. Wat zags? Ik kom uiteindelijk uit Hamburg. Daar ben ik ook geweest trouwens. Hè? Ja, en in het noorden van Duitsland. Geweest, gaan we door. In Oost-Friesland, daar spreken ze ook Plattduits, gelijk dat ze in Hamburg en Schleswig-Holstein op bepaalde plaatsen ook doen. En dat Plattduits is zeer verwant met Nederlands. Zeer veel? Zeer verwant zeer met veel? Het Nederlands. Heeft zeer veel gelijkenis met... Ja, 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 ja. Is verwant aan elkaar... Zo zeg je dat toch? Dat klopt, dat stinkt helemaal. Nee. Daarom kunnen we ook zo goed met elkaar praten. Ja. Maar voor de luisteraars die niet alles willen weten over... Ja, ja want we hebben... Ja, pakken we de draad weer op bij Enrico Ricci, toch? Lorenzo Ricci. Lorenzo, ja, ja. Je hebt gelijk. De generaal van de Jezuïtenorde. Tussen 1758 en ja. Ja. Want dat hing dus samen met die Franse Revolutie. Want ja, de Franse Revolutie, die was toch in 17, einde van de 18e eeuw? 1798. Kreeg je Napoleon. Ja, 1798 kwam de Franse Revolutie. Hè? Ja, ja. En in Amerika. Had je in 1776 dat mooie gedoe met die dat eerste amendement. Ja, de onafhankelijkheid. De eerste wijziging. Ja. Ja. Je had eerst die onafhankelijkheid. De vrijheid van geloof. En je valt nog steeds een beetje weg, maar ga maar gewoon door. Ik heb niks gezegd. Ik liet je eventjes gaan doen, want ik heb daar een beetje een andere zicht op die dingen die je zegt. Vertel maar dan. Je hebt een... Neem het woord over, want ik ben jou aan het interviewen, Jörg. En jij niet mij. Jij bent aan het woord. Allee, in 1776 had je de onafhankelijkheidsverklaring en daarmee het begin van de oorlog tussen de 13 kolonieën tegen het moederland Engeland. Ja? En dat is opgezet spel geweest van begin af aan. En wie daarachter zit, is eerst en vooral Lorenzo Ricci, die zwarte generaal van den tijd. Nu, als we naar 1776 gaan, laten we nog eventjes terugkeren naar 1773, waar Paus Clement XIV de Jesuitenorde voor eens en altijd verboden heeft. Met zijn pauselijke bull, Redemptor, hoe noemt dat weer? Dominic ac Redemptor. Zo noemt dat. Dominic ac Redemptor. De pauselijke bull, waarmee hij de Jesuitenorde eens en altijd verboden heeft. Maar als je Rulers of Evil leest en je leest ook een beetje tussen de, wat heb ik gezegd, read between the lines, hoe is dat in Vlaams? Tussen de regels.
Je tussen leest, de regels ja, lezen. Je leest nog een beetje tussen de regels. Ik kom er uiteindelijk kom ik op de wand. Geef mij alleen wat tijd in die taal. En je leest nog wat tussen de regels. Wel, dan is het toch verbazend. Dat eerst en vooral die koningen, gelijk in Spanje, in Portugal en andere, die voor 1773 de Jesuiten uit hun landen verwezen, dat al deze koningen als confessors, dus bichtvaders, een Jesuit hadden. En in feite wil dat zeggen dat ze onder de hoede van deze bichtvader stonden. Die heeft in feite de power. Gelijk dat je dat later ook hebt met Lodewijk den 14. In Frankrijk. Die zijn bichtvader, Jesuit de la Chaise, die had in feite de macht. Die had hem in de handen. Dat was vroeger, was dat daarvoor, was dat niet anders. En dus de koningen van Portugal en Spanje onder andere verbaden de Jesuiten. Wacht even. 1 seconde. Lorenzo Ricci had een bichtvader? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd de koningen van Spanje... dan begrijp ik het verkeerd. Ja? Ik heb gezegd de koningen van Spanje en Portugal, onder andere, want er waren nog andere landen die voor 1773 de Jesuiten verboden hebben, die koningen hadden als bichtvader een Jesuit. En luisteren dus naar hun bichtvader. Dus de Jesuiten... Precies, want de Jesuiten, die hebben de... Hoe heet dat ook weer? Die oefeningen voor... De spirituele voor heiligheid oefeningen. Of zo. Ja, spirituele oefeningen. Ja. Spiritual exercises. Dat is iets anders. Ja, maar daar wilde ik nu niet op neerzetten. Ga maar door. Even voor de luisteraars, voor die toehoorders. Ja. Ik interrumpeerde alleen maar voor de toehoorders. Ga maar door. Ja, ik probeer het zo duidelijk te maken als dat het is. Elke koning in die tijd heeft een bichtvader. Iemand aan die hem al zijn geheimen kwijt kan. Aan die hem al zijn problemen kwijt kan. Aan die hem alles kan opbichten. Iemand die hem... Ja, dat is wel een fijn idee. Die hem bij wijze van spreken niet alleen de bicht afneemt, maar die hem ook natuurlijk van zijn zonde bevrijdt. Want in de Romeins-Katholieke Kerk kan ja de priester zonde vergeven. Iets wat alleen Jezus kan, wat alleen God kan. Dat kan in de Romeins-Katholieke Kerk elke priester. Ja? Mm-hmm. Daarom hebben deze mensen allemaal een bichtvader. Iemand bij deze ter bicht kunnen gaan. Oké? Ja. En deze hebben natuurlijk, doordat die koningen alles aan hun zeggen, hun geheimste dromen, hun geheimste geheimen, alles erop en eraan, biechten ze hun op. Daardoor hebben deze biechtvaders natuurlijk die koningen in de hand. Gelijk dat de priester de gewone mens in de hand heeft, die naar de biechtstoel gaat, zijn zonde gaat opbichten, dan 10 Ave Maria bid om daarvan verlost te zijn, maar ondertussen weet de priest wat die mens allemaal gedaan heeft, man of vrouw. Dat is in de geschiedenis altijd het beste intelligentienetwerk geweest. Ja? Dus het beste intelligence network, zoals man dat noemt, het Nachrichtendienstelijk. Ja, het is eigenlijk... Ja, een nachtrichtendienst. Wat we vandaag de dag, de CIA, de NSA, de KGB, de BND, de Mossad, de MI5, de MI6, de FBI, allemaal, wat we dat allemaal noemen, deze diensten. De beste dienst daarvan, door de geschiedenis heen, dat was altijd al de bichtstoel geweest. En daardoor heeft de Romeins-Katholieke Kerk altijd zo'n goede greep gehad op die mensen. En daardoor zijn die mensen ook, hoe zeg je dat, afpersbaar. Je kunt ze afpersen, want je daarom weet iets zijn van die hun. Mensen ook? Ja. Ik heb een boek gelezen en het heette Het Gemeenschap van Eer. Of Het Genootschap van Eer. En het ging over de maffia. Mm-hmm. En die is begonnen in de Italiaanse maffia is begonnen in Sicilië. En Sicilië, dat was de graanschuur van Europa. En de maffia, die mocht daar hun gang gaan, omdat ze samenwerkten met de pastoor, de priester van de lokale. Ja. Dan kon je ook nog hoger gaan. De maffia is niets anders dan een katholieke geheimorganisatie, dat is alles.
Ja. Maar je werkt altijd af van dat onderwerp waar ik terug naar dat. Oh ja, ga maar door. Ja. Sorry. Ja, nee. Dat is emotionaliteit. Ik vind het leuk om over verschillende dingen te gaan praten, maar uiteindelijk kom ik nooit niet naar dat wat ik in feite wil gaan zeggen. Dus ja, doordat deze biechtvaders van de koningen in feite door deze biecht in feite de koningen in de hand hadden. En daar is een heel mooi boek over geschreven van Charles Chiniqui, iemand die je waarschijnlijk ook kent. Die heeft onder andere ook dat boek geschreven 50 Years in the Church of Rome. En die heeft ook een boek geschreven The Priest and the Confessional. Ja. En als je dat leest, the Priest and the Confessional, dan versta je heel veel van die dingen waar ik hier nu over spreek. Dus aan je luisteraars, aan onze toeschouwers, is een keer gezegd van Charles Chiniqui, The Priest and the Confessional, naast 50 Years in the Church of Rome, een boek dat je echt absoluut gelezen moet hebben. 50 Years in the Church of Rome dealt voornamelijk, of handelt voornamelijk, van de assassinatie van Abraham Lincoln en alles erop en eraan en daarachter en daarvoor en daarbij. Heel interessant boek. Maar dus, de biechtbox, zoals je dat kunt noemen, ja? Waar je dus ingaat als gelovige katholiek. En je gaat op je knieën voor de pastoor aan de andere kant van dat muurtje. En je biecht al je overtredingen op. En die priester heeft een boekje erbij en schrijft dat allemaal nauwkeurig op. En weet precies wie dat is en wat dat die allemaal zegt en wat hij voor geheimen heeft. En kan zo den ene tegen den andere uitspelen, want hij weet van iedereen die geheimen. En hij is dan achter die draden trekt. Dus ja, die biechtvader van de koningen heeft natuurlijk ook die koningen in de hand. En ik ben daarvan overtuigd, je mocht me daarover discussiëren zoveel als dat je wilt, maar lees Rulers of Evil en lees het tussen de regels. Dan ga je mij toestemmen. Aha. Ik ben daarvan overtuigd. Dat door de controle van deze biechtvaders de koningen niks anders deden als de bevel volgen van de superior generaal van de orde van de Jezuïten, de Zwarte Paus, in dat geval Lorenzo Ricci, als zij de Jezuïtenorde in hun land verboden hebben. In die tijd. Want het was noodzakelijk om Gods voorspelling in de Bijbel te doen uitkomen. Die spreekt van een van zijn hoofden die een dodelijke wond, die een dodelijke wond opliep. Of het zag eruit gelijk een dodelijke wond. Het was geen dodelijke wond. Maar er moest ervoor gezorgd worden dat er een dodelijke wond was. Nu, de Jesuiten opgericht als orde, als militaire orde, onder de pauselijke bull Regimini Militantis Ecclesiae, the Church at War, heeft op deze manier een weg gezocht om zichzelf te seculariseren. Dat wil zeggen, zichzelf privaat te maken uit de Romeins-Katholieke Kerk min of meer uit te kunnen gaan lossen en onder te duiken en in het gewone wereldje terecht te komen, laat ons maar zeggen. Nu, uitgerekend in 1772, wat een quote-unquote toeval, doet Monsieur Amiot een boek publiceren in Frankrijk dat noemt The Art of War van Sun Tzu. Zo gezegd een Chinese generaal van kleine 2.500 jaar geleden, bla 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 bla, en over die zijn krijgskunst, ja? The Art of War, de kunst van de oorlog. Uitgerekend in 1772, 1 jaar voordat de paus de orde van de Jezuïten verbiedt, komt dat boek eruit. En Amiot was een Jezuïet. En niemand die een Jezuïet is, gaat zo'n boek uitbrengen en uit het Chinees zo gezegd in het Frans vertalen in die tijd, in 1772, en publiceren, als hem niet de toestemming van de generaal van de Jezuïten heeft. Geen enkel Jezuïet gaat een boek openbaren dat niet de toestemming van de generaal van de Jezuïten heeft. Dat is de regel binnen die orde. Anders kan je niet. En 1 jaar voordat de paus de Jezuïten verbiedt, gaat dus Amiot dat boek The Art of War, de kunst van de oorlog, uitbrengen. Waar, als je dat boek leest, en in Rulers of Evil worden daar veel dingen geciteerd, dus als je dat leest is al meer dan genoeg,
dingen daarin staan als van, als je zwak bent, moet je je sterk voordoen. Als je sterk bent, moet je je zwak voordoen. En zo verder, en zo verder, en zo verder. En wat hebben de Jezuïten natuurlijk gedaan? Door zichzelf te laten verbieden, door de paus, staan ze er zwak voor. Juist. Ze zijn er ineens niet meer. We hebben de Jezuïten niet meer te vrezen. En een paar jaar later, in 1798, gaat generaal Berthier, die onder de bevel staat van Napoleon, Rome binnen en neemt de paus gevangen en voert die af naar Frankrijk in een kasteel waar dat hem elendig ten gronde gaat van ziekte een paar maanden later. De dodelijke wonde na het van de 1260 jaar. Maar Napoleon is een vrijmetselaar. En een vrijmetselaar staat onder bevel van de zwarte generaal, van de zwarte paus. Van de generaal van de Jezuïten. Die natuurlijk op dat ogenblik officieel helemaal niet bestaan. Want die zijn ja in 1773 verboden geweest. Maar dit verboden worden van de Jezuïten is alleen maar een krijgsmiddel. Een middel om een doel te bereiken. En in de Jezuïten eed kun je lezen, the end justifies the means. Het eind heiligt de doelmiddelen. De doelen, de middelen die je gebruikt om het doel te bereiken. Ja? Als lang als de kerk de winnaar is. En waar gaat het toch uiteindelijk allemaal om? Het gaat toch alleen allemaal daarom om een koninkrijk van de antichrist, hier op aarde op te richten, om de oude wereldorde, de tijd van voor de reformatie, te herstellen. Daarvoor zijn de Jezuïten toch alleen maar opgericht. Zij waren de Counter-Reformatie, de Counter-Reformation Order. Ja? En zij gebruiken alle middelen om dat ook te doen. Als ze dus de hele wereld voorspiegelen, hey, de paus heeft ons verboden, wij bestaan niet meer, wat doen de protestanten dan in een keer? De persecutie is voorbij. Ach, we worden niet meer achtervolgd, toch alles wordt goed. En een paar jaar later wordt de paus nog vastgenomen ook, van generaal Berthier. Oh, nu kunnen we te rust gaan slapen. Nu is alles in orde. Nu zal Jezus het wel regelen. De paus is weg. De antichrist is weg. Ja? Is hem dat ook? Wel, ja. 41 jaar waren de Jezuïten verboden. In 1814 onder paus Pius VII kwamen ze terug. En daar zijn Amerikaanse voormalige presidenten, ik denk het was John Adams en nog een paar andere, je kunt dat zelf opzoeken, ik heb nu ook niet alle namen in mijn hoofd, want ik heb geen papier voor mij, vind dat ik het aflees. Maar daar zijn citaten op het internet te vinden van briefwisselingen van verschillende Amerikaanse presidenten onder elkaar, die zeggen van, ik haat de verschijning van de Jezuïten. En ze komen bij ons in meer verschijningsvormen als alleen maar de koning van de gypsies, van de zigeuners in feite toestaat. Zij komen hier als bankmensen, als publishers, als editoren, als leraars, als professoren, als dit, als dat, als dat. Dus gesekulariseerd. Ik weet niet of dat woord is wat je in Vlaams gebruikt, maar dat is het woord wat je in Duits gebruikt. In Engels zeg je secularization. Gesekulariseerd. Dus privé gemaakt, gewoon gemaakt, buiten dat spirituele geheven. Dus de orde van de Jezuïten heeft zijn spirituele pad verlaten, bij wijze van spreken, en is de wereldelijke wijze opgegaan. En ze gaan alles en iedereen in de wereld op die manier infiltreren. Van de kleinste familie tot de grootste onderneming. Zonder dat je ze nog als Jezuïet kunt uitmaken, want ze dragen ja hun Jezuïtenkleren niet meer. Ze hebben natuurlijk wel hun opleiding. Kijk eens een keer naar Donald Duck. Oh, sorry, nee, Donald Trump noemt hem. Die Amerikaanse presidentschapskandidaat. Dat denk ik ook altijd. Donald Trump is gewoon van, heeft 2 jaar opleiding achter de rug gaan we door. Fordham University in New York. De tweede grootste, bekendste en machtigste Jezuïtenuniversiteit in de Verenigde Staten van Amerika. Naast Georgetown University, opgericht door John Carroll 1808. Ja. Heeft hij de diocese van Baltimore opgericht en in 1789 heeft hij het Georgetown Boys School,
jongensschool opgericht, dat vandaag de dag Georgetown University is. De grootste en machtigste Jesuitenuniversiteit, ik durf zeggen wereldwijd. Waar mensen vandaan komen als Carol Quigley, die de mentor was van Bill Clinton, die dat boek geschreven heeft, Tragedy and Hope. En die gezegd heeft, en die gezegd heeft dat er een kleine minoriteit van mensen de wereld wil gaan beheersen en hij daar trots op is, want hij is één van hun. Moet mij niet geloven, zoek het zelf op allemaal. Hè. Ik wil maar hebben. Ja, we zijn nog altijd bezig over Lorenzo Ricci. We zijn bezig over Lorenzo Ricci. Ja, 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 dat is belangrijk dat je begrijpt dat Lorenzo Ricci... Geen probleem. Ik luister naar de audio. Ja. En jij breekt af en toe echt weg nog steeds. Ik weet het niet. Maar misschien wordt het beter. Af en toe krijg je gewoon een paar seconden stilte. Maar ga maar door. Ja, anders geef ik maar misschien wordt het zo dadelijk beter. Is. We wel zien. Kunnen ook opnieuw opstarten. Nog een keer. Want het is wel belangrijk dat wat jij zegt, dat andere mensen dat goed kunnen verstaan. Ja, ik vind dat ook, ja. Anders praat je in de ruimte. Wij kunnen altijd zien of ga maar door, ik controleer je audio. Ja, we kunnen altijd zien of dat mijn opname dus nog beter is, dan pakt het de mijne. Ik weet dat niet, dus we zullen wel zien wat de techniek weer aan de hand heeft. Vind ik ook weet goed. Ja, vind ik ook goed. Maar dus het punt is, en dat is, moet je gewoon begrijpen, Lorenzo Ricci, die op dat ogenblik de generaal van de gezelschap van Jezu was, van de Jezuïten was, de zwarte paus om die tijd, is volgens mij de machtigste en meest succesrijke zwarte paus die we ooit hadden, omdat die ervoor gezorgd heeft dat de orde van de Jezuïten verboden werd door pausen die hij gecontroleerd heeft. Paus Clement XIII, paus Clement XIV, hij heeft ze allebei in zijn zak gehad. En de volgende paus die erop kwam, ik weet niet zijn burgerlijke naam was Braschi. Die heeft de financiële handelingen van de Vaticaan overgenomen na de dood van Clement XIV. En dat was de langste tijd dat het pontificaat onbezet was, meer dan 130 dagen. In die tijd als Lorenzo Ricci zogezegd in zijn gevangenis in Rome zat. Maar daar heeft natuurlijk geheime onderaardse gangen die de Vaticaan met dat gevangenis in San Castello d'Angelo verbinden met elkaar. En Braschi was een student van Lorenzo Ricci van begin af aan en werd dan na meer dan 130 dagen absentie op de pauselijke stoel tot de volgende paus verkozen. En die was een kind van Lorenzo Ricci. Dus daarom dat ik zeg, als je Rulers of Evil leest en zeker dat Kapitel, ik weet die Nummer niet, maar dat Kapitel noemt in Engels The Death and Resurrection of Lorenzo Ricci, ja, de Dood en de Weeropstanding van Lorenzo Ricci, dat is een sehr interessant Kapitel, en da kann ich iedereen alleen mal aanraden, um te lesen. Dat de voordeel van dat boek van Rulers of Evil is dat je niet dat hele boek van A, van begin tot Z, het einde moet gaan lezen, om het te verstaan. Je kunt hier en daar eens een keer een kapitel uithalen en die staan voor zich. Natuurlijk hangen ze bij elkaar, natuurlijk bouwen ze op elkaar op, maar ze zijn zo goed geschreven, dat je ze ook voor zich goed kan begrijpen en kan volgen. Sehr, sehr interessant. Maar ik ben hier niet natuurlijk om dat boek Rulers of Evil te advoceren. Maar het is gewoon een heel goed boek. En als je dat boek kent, dan kan ik je alleen nog maar aanraden dat je ook een paar andere boeken goed kent. Onder andere Romanism and the Reformation. Van Henry Gretton Guinness, geschreven in 1887. Ja. Okay. Dat is gewoon een machtig, een fantastisch, een ongelooflijk boek. Als je wilt, kan ik je dan een stukje voorlezen. Wat voor boek? Een ongelofelijk boek. Ongelofelijk? Een ongelofelijk boek. Ongelofelijk boek. Ja. Romanism and the Reformation. Dat blaast je gewoon weg. Dat moet je gewoon kennen. Als je jezelf een protestant noemt. Hè? Anders hoeft het niet, hè? Als je jezelf een protestant noemt en je meent de Bijbel te kennen en Jezus te volgen, je kent dat boek niet, dan heb je echt iets gemist. Ja. En, ik weet wat je bedoelt. Ja? Ik denk te weten wat je bedoelt. Maar terug naar de geschiedenis.
Want wat ik, Lorenzo Ricci, dat was dus de zwarte paus in die dagen. Ja, 1758 tot, de machtigste paus. Ja. Was de grote poppenspeler. Is dat, wat is het Duitse woord voor poppenspeler? Poppenspeler? De puppetmaster. Hij liet iedereen dansen naar zijn pijpen of zo. Zeg je op zijn Nederlands. Hij bespeelde de mensen. Hij hield ze voor de gek. En wat ik... kan jij nog even... Kunnen we nog een keer stilstaan bij dat First Amendment. Met de freedom of speech. Wat in feite was... dat de deur open gehouden werd... zodat de universalisten... want iedereen zegt katholischer... of katholieker... maar universalisten... dat zijn de machthebbers. De machthebbende kerk. En je mag alleen maar geloven... als je ons een tientje in de maand geeft. Of 3,30. Maar die universalisten... die hebben... een heel gemeen spel gespeeld. En in eerste instantie in Amerika hadden ze het universalisme, het globalisme, het katholicisme verboden. Toch? En met het First Amendment, met de vrijheid van meningsuiting, zo wordt het ons schaapjes verkocht. En toen werd de deur opengezet dat ze er binnen konden komen. Niet met Want je mocht alles vereren, zelfs Maria en het Jezuskoekje. Om het maar even op zijn woordstikkels te zeggen. Ja, maar niet op... niet op de meningsvrijheid, maar op de vrijheid van religie. Ja, daar ging het om. Ja, maar, je zegt altijd meningsvrijheid. Dat heeft met meningsvrijheid niks te doen. Ik weet het. Neem het maar over. Ga maar door. Kijk, in de Amerikaanse... Wat is daar gebeurd? In de Amerikaanse constitutie staat erin dat je freedom of speech hebt. Dat is goed. Dat is een van de dingen die bereikt werden via de reformatie. En daar staat ook in dat je freedom of conscience hebt. Gewetensvrijheid. Met andere woorden, je hebt de vrijheid om de Bijbel, God, de Scheppergod, de God van Abraham, Isaac en Jacob, als jouw autoriteit voor je geweten te kiezen. Maar daar staat dus ook in vrijheid van religie. En dat is juist het probleem, omwille van dat in de kolonies, zoals in Engeland in de tijd ook, het katholicisme, het universele geloofssysteem, het woord universeel en katholiek gaan samen. Dat kun je uitwisselen gelijk dat je wilt. Dat betekent absoluut hetzelfde. Die waren in de kolonieën, ook al in Engeland, dat toen protestants was, verboden. Het was verboden om Pasen te vieren. Het was verboden om Kerstmis te vieren. Het was verboden om openbare mis te houden. Dus de Eucharistie te processeren en te houden, te vieren, was verboden. En iemand die zichzelf katholiek noemde, had geen toegang tot een openbaar ambt, kon dus geen regeringsambtenaar worden. Omwille van dat een Romeins-katholiek zijn eerste alliantie, is dat het juiste woord? Alliance in Engels? Alliantie? Geeft aan... Alliance mag je op het Nederlands ook zeggen. Okay. Verbintenis. Ja, en submission, dus zijn ondergeordendheid... Hè? Hij geeft, ik weet het. Ik heb ook heel veel over na zitten denken. Ja, hij geeft zich in de eerste... De Eucharistie. Leg aan mijn toehoorders uit wat er raar is, vreemd is aan de Eucharistie. Zal ik doen, maar laat me toch eerst eens een keer in ene zin uitpraten voor ik met de volgende ga beginnen. Ja. Dus omwille van dat een katholiek zijn eerste alliantie geeft aan de paus en niet aan dat land dat hem dient,
bij wijze van spreken, vandaag de dag spreken ze erover van, oh kijk, die en die heeft een dubbele staatstoebehorigheid. Die is bij wijze van spreken, die is Nederlander en die is ook gelijktijdig is die Israëliet. Of die is Turk en Nederlander. Of Syriër en Nederlander. Die heeft dus twee, die hoort bij twee staten. De Bijbel zegt het al, you cannot serve two masters. Je kunt niet twee meesters dienen. Ja? Je kunt ook niet bij twee staten horen. Ja. En als je dus katholiek bent, en je zweert je trouw in de eerste plaats aan de paus en dan de kerk, dan kun je dus nooit niet goed doen voor dat land dat je zo gezegd dient. Want je dient in de eerste plaats de paus. En als de paus iets zegt dat tegen dat land ingaat, dan dien je dus de paus en dien je tegen je eigen land. En dus dergelijk, dat waren de redenen waarom dat katholieken in de kolonies in de tijd voor 1776, wat dan na de Verenigde Staten van Amerika werd, waarom dat ze dat toen geen openbaar ambt mochten bekleden. Maar met de vrijheid van religie werd daar een eind aan gezet. Vrijheid van religie... Maar toen mocht het wel. Vrijheid van religie... is een doctrine van de Romeins-Katholieke Kerk op plaatsen waar de Romeins-Katholieke Kerk niet de bovenhand heeft. Want waar de Romeins-Katholieke Kerk de bovenhand heeft, is zij de enige geaccepteerde kerk. En geen andere kerk is toegestaan. Dus vrijheid van religie, my eye, komt niks van in huis. Ja. En is er vrijheid van religie in het koninkrijk van Jezus Christus? Vraag dat maar een keer aan de Israëlieten van 2500 jaar geleden, die altijd zijn gaan hoeren bij andere goden in de tijd, wat God daarvan gevonden heeft. Daar bestaat ook geen vrijheid van religie. Maar alleen in het koninkrijk van de Antichrist is vrijheid van religie. Want je mag elke religie volgen die je maar wil. Dat mag alles. Als lang als je maar niet de Bijbel volgt. Als lang als je maar niet de Schepper God volgt. Mocht je alles volgen. Satan maakt niet uit welke leugen dat je volgt. Als lang als je leugen volgt en niet de enige verstopte waarheid daarin. Ja. De Bijbel. Zo. En dus omwille van dat de katholieken... Maar minder dan 2% van de bevolking van de kolonies toen voorstelden, waren toen ongeveer 2,5 miljoen inwoners in de 13 kolonies, in wat later de Verenigde Staten van Amerika werd, en minder dan 25.000 personen waren katholiek. Midden van de 19e eeuw, dus 1800 waren het al 30%. En vandaag de dag zijn het meer dan 40%. En omwille van dat al de protestanten door de ecumenische beweging van Vatican II sowieso onder de vleugels van Rome teruggekeerd zijn, stelt vandaag de dag in feite het Rooms-Katholicisme 80-90% in Amerika. Zonder het natuurlijk officieel zo daar te kunnen gaan stellen. Zo, en deze deur openhouden van vrijheid van religie in de constitutie van de Verenigde Staten van Amerika in die kolonies die zich juist afgezegd hebben van protestants Engeland. Waarom hebben ze zich afgezegd van protestants Engeland? Omwille van dat Lorenzo Ricci en zijn Jesuiten het door koning George zo hebben laten uitwijzen als dat Engeland terug naar het katholicisme ging. En het is noodzakelijk was voor de kolonies om zich af te zeggen van Engeland om dus niet ook katholiek te kunnen gaan worden, maar protestants te gaan blijven. Maar met de achterdeur open te laten van vrijheid van religie. En sindsdien hebben natuurlijk de katholieken min of meer overgenomen. En elke Amerikaanse president die niet de regels van de Jesuiten bevolgd heeft, is ondertussen vermoord geweest. Dat zijn ondertussen een stuk of zes. Buchanan, Harrison, Taylor, Garfield, JFK, Lincoln. Ja. Ik vergeet waarschijnlijk nog een. Dus ik denk het zijn een stuk of zes. Ja? Je kunt dat allemaal opzoeken. Ja, je bent er één vergeten. Ja. Allemaal presidenten die dus min of meer niet de Jesuiten gevolgd hebben, die hebben ze omgebracht. Vergiftigd, doodgeschoten of hoe dan ook. Ja? Speelt allemaal geen rol.
En dat is allemaal te danken en dat aan... Met Abraham Lincoln... En dat is allemaal dat te danken... Dat met Abraham Lincoln is de meest duidelijke. Ja, daar zijn ook nog... Maar John F. Kennedy... Dat was een rookgordijn. Een smoke curtain. Maar John F. Kennedy... Nee, Abraham Lincoln was ontzettend duidelijk. Dat was gewoon pief. JFK. En iedereen maar zeuren van John F. Kennedy, dat was Lee Harvey Oswald. Pah! Soms erger ik mij aan de mensen in mijn omgeving. Ik kan je één ding maar zeggen. Maar niet de hele Perry. Tijd. Nu mag jij weer. Nu mag jij weer. Jij bent weer aan het woord. Ik kan je één ding zeggen, Perry. Er zit niemand in de Amerikaanse Congres of Senaat vandaag die niet weet wat met JFK gebeurd is. Dat was de reden waarom dat ze dat zo deden. Iedereen weet dat. Dat was een open executie wat ze met JFK gedaan hebben. Dat was om iedere politica in Amerika te tonen, als je niet doet wat wij zeggen, gaat dit met u en uw familie gebeuren. Ze hebben ja niet alleen JFK omgebracht. Ja. Ze hebben JFK zijn broer omgebracht, Robert Kennedy. Ze hebben zijn zoon omgebracht. Later. Ja? Robert Kennedy en zijn zoon ook. John F. K. Jr. ook. Ja. Maar ga maar door. En dat is wat de Jesuiten doen. Ze vergeten nooit en ze wreken altijd. Ze hebben zich gewroken op ieder land dat hun verboden heeft. Ze hebben zich gewroken op Duitsland, als Bismarck hen verboden heeft in 1872 met de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Paus Leo XIII heeft tegen de keizer gezegd, en dat kunt u nalezen in de memoiren van de keizer zelf, dat Duitsland het zwaard van de Romeins-Katholieke kerk moet worden. Om het heilige Romeinse Rijk van de middeleeuwen terug te herstellen. Waarop de keizer tegen de paus zegt van, ja maar sorry paus, we hebben niet meer het heilige Romeinse Rijk van Duitse natie van een paar honderd jaar geleden. Maar de paus bleef bestaan op zijn vordering tegenover de keizer. Kunt u nalezen in zijn memoiren. Of je kunt mijn boeklezing volgen Behind the Dictators. Daar komt dat ook in voor. Uiteraard. Allemaal heel interessant. Mm. Bijna een uur is om en we hebben bijna niks gedaan van dat wat ik eigenlijk wilde zeggen. De punt is, onthoud dat heel goed, Lorenzo Ricci, en lees daarvoor dus dat kapitel in Rulers of Evil van F. Tepper Saucy, The Death and Resurrection of Lorenzo Ricci, was een van de, als niet de meest succesrijke, duivelse generalen van de Jesuitenorde die we ooit hadden, die dat allemaal klaargespeeld had met de secularisatie van de orde, door de orde te verbieden, een paar jaar later de Illuminati op te richten, wat hij natuurlijk geïnitieerd heeft door Adam Weishaupt, die professor voor kanonsrecht aan de Jesuitenuniversiteit in Ingolstadt was, door die Illuminati te laten oprichten. En deze zogezegd een paar jaar later laten openbaar worden en laten verbieden in Bayern en bla bla bla. En vandaag de dag bestaan die Illuminati niet meer. Dat is ook een grote, zoals jij zegt, smokescreen. Die Illuminaten bestaan vandaag nog, even dat ze in 1776 bestaan hebben, sinds de dag dat ze opgericht geweest zijn. Het is nog altijd een geheimorde waar zich Jesuiten achter verschuilen. En die hebben gewoon jesuïtische bedoelingen. Zo simpel is dat in feite. Daar moet men helemaal niet over discussiëren. Ze moeten. En dus de secularisatie van de orde van de jesuïten was de grootste opgave die Lorenzo Ricci toen bewerkstelligd heeft. En dat is hem gelukt. En vandaag de dag hebben we de jesuïten overal in onze wereld zitten. Zonder dat we ze als zulke jesuïten herkennen. Want ze dragen de priesterkleren niet meer. Ze hebben die opgegeven. Hij is diegene die bij u in de bank zit. Hij is diegene die CEO is van een grote firma. Wat moet je eens kijken? Als je kijkt naar de Sovereign Military Order of Malta, de SMOM, hoeveel firma's dat die niet allemaal onder hun controle hebben, wereldwijd. Monsanto is opgericht door Queenie, Knight of Malta, onder andere. De CIA is opgericht van William J. Donovan, Wild Bill Donovan, Knight of Malta, samen met Richard Gehle, hoe was... de spionageafweer, generaal onder Hitler in de Tweede Wereldoorlog, die met Operation Paperclip naar Amerika kwam, en van de OSS, de Office of, hoe noemt dat daar weer, OSS, Office of,
Allee, ik vergeet die naam altijd. Allee, ja. John Dulles. Ja, maar nee, John Toch was dat Dulles, de oprichter van de CIA? De Dulles broers waren allebei Knights of Malta en hebben de CIA opgericht later. Office of Strategic Services, OSS. Office of Strategic Services, dat is de voorloper van de CIA. En de CIA is dus opgericht van Wild Bill Donovan en Richard Galen. Oh, Reinhard Galen, sorry, Reinhard Galen. Ja. Maar even interruptie. Comment. Nee, een vraag. CIA. Hoe heet dat? Dat is iets met. Ik noem dat Catholics in Jij Action. weet het. Ja, dat is een grap. Ja, ik noem. Catholics in action. Tuurlijk. Ja. Maar het is ook belangrijk voor mensen om ze te laten lachen. Want anders gaan ze alleen maar weg. En dan denken ze, oh, wat negatief. Maar erg, hè? Ze hebben dus die Amerikaanse presidenten gewoon omgelegd. Ja. En niet alleen de Een Amerikaanse dodelijke presidenten, luis, hè? ook andere presidenten en andere De. mensen. Dat zijn allemaal, kijk, dat zijn allemaal, gelijk dat jij in het begin zei, Stel er dat nog zijn één. allemaal, Wat weet je nog meer dan ik? Ja. dat zijn allemaal poppen aan een string. En ene keer die poppen hun werk gedaan hebben, kunnen de stringen loskappen en dan zijn ze weg. En dan zijn ze dood, hebben ze hun dienst gedaan. Dat is gelijk Saddam Hussein. Saddam Hussein was een 32e graad vrijmetselaar. Freemason. Na, natuurlijk heeft hij bepaalde dingen tegen de orde gedaan, maar uiteindelijk doet hij alles wat hij moet doen. Dat is gewoon dat hij in het openbaar tegen een ander is, want de Jezuïten-eed zegt het heel duidelijk, dat je in het openbaar, bij wijze van spreken, tegen elkaar speelt, maar achter de schermen speelde tegen elkaar in. Die wist heel goed wat hem deed als hij ineens begon zijn olie te verkopen in euro's. En hij wist heel goed dat het zijn dood ging betekenen. Maar hij is niet gestorven. Net zoveel dubbelgangers, die is al lang tussendoor gemuist. Huh? Dat geloof ik ook, ja. Dat Dat geloof ik maakt ook. hem allemaal niks Ja, uit. ken jij... En met Gaddafi is dat precies hetzelfde. Ja, Dat zijn maar... allemaal Ja, mensen. We moeten beseffen dat ze ons bepaalde mensen voor het gezicht zetten. En dat die een rol spelen die zij moeten gaan spelen. En die soms zelfs daarvoor bereid zijn om voor die rol te sterven. Want Entschuldigung. het is tenslotte voor het hogere doel van de Romeins-Katholieke Kerk dat bereikt moet worden. Zo Entschuldigung. simpel is het. Verontschuldigen. Even inhaken voor mijn Nederlands talige publiek. Er zitten ook Marokkanen tussen, Mokrozen. Maar wij hebben hier zo'n doodsgeval gehad met Theo van Gogh. En ik denk dat Theo van Gogh en Saddam Hussein, dat waren namaakdoden. Die mensen zijn weliswaar dood in de zin. Zij zijn afgevoerd van het openbare leven. En ze wonen nu in Patagonië of iets wat daarop lijkt. Ken jij het verhaal van Theo van Gogh? Nee. Die smeerlap hier in Nederland. Ik heb daar een keer van gehoord, maar Het jaren verdriet van geleden. Nederland. Ja. Jaren geleden, ik ken daar te weinig van. Je moet maar, je hoeft maar 15 minuten naar die. Ik rook ook tabak. Dat is het punt niet. Daar heb ik het niet over. Maar waar die man het over heeft, dat is weer echt onchristelijk. En hij is dus vermoord, zeggen ze. En volgens mij is hij gewoon afgevoerd. Net als prins, hoe heet die Friso. Prins Friso, ken je dat verhaal? Nee. Oké, dat is een zoon van onze. Dus momenteel hebben we een koning. En zijn moeder, dus de broer van onze koning. Die is omgekomen bij een ski-ongeluk. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet geloven. Ik weet het gewoon echt niet. Ik vind het bijna angstaanjagend. En zo'n Prins Friso. Pim Fortuyn, ken je die man? Ja, die is wel doodgeschoten. Die is John F. Kennedy'd, naar mijn idee dan, hè? Dit gaat alleen maar om onze luisteraars, Jurk.
In Duitsland hebt u ook politisch geheim met die dat gebeurd is. Wat? Ralf Barschel, de ministerpräsident van Schleswig-Holstein, die zogezegd in Zwitserland in een Badkuip verdronken is. En dan had je den Politiker van de FDP, van de Liberale, die uit een vliegtuig sprong en zijn Fallschirm ging niet open. Möllermann of zoiets noemde die. Je moet je niet afvragen hoe dat die allemaal ten dood komen. Dat is allemaal hun spelletje. En laten we dat spel maar spelen. Ja. Maar de mensen die dat spel gaan bekijken en niet doorhebben dat ze Ratio Studiorum Jesuitical Theater aan het bekijken zijn, dat zijn de stomsten van allemaal. Mm-hmm. Die bedrogen zijn. Waarom zijn ze bedrogen? Ja. Omdat ze de Bijbel niet kennen. En weet je wat ik graag een keer zou willen, omdat we toch tegen het einde van de uitzending zijn, als je mij dat even toestaat? Er zijn hier een paar korte bladzijden op het einde van dat boek Romanism and the Reformation van Henry Gurdon Gillis, dat hij in 1887 openbaar gemaakt heeft. Dat ik u heel graag en onze luisteraars wil voorlezen. Ook al is het in Engels. Maar ik denk dat is echt... Onze toehoorders. Ja, onze luisteraars. Dat praat ik toch een beetje Duits, hè? Zuhörer. Ja, ik vind dat altijd leuk als je Duits spreekt. Toehoorders. Zuhörer, ja. Ja, ik verzoek dat, hè. Ja, is ja schön. Kannst du ja gerne. Dus als het oké is van jou, mag ik dat eventjes in Engels voorlezen? Ja. Ik ben jou van het interviewen, niet andersom. Ja, dat is goed. Dus dan lees ik het eventjes een keer voor. Op het einde dus van het boek van Romanism and the Reformation, geschreven van Henry Gurdon Gillis in 1887. Remember that there is only one mediator between God and man. That there is but one sacrifice for sins, offered once for all and forever. Through the one mediator, by the one sacrifice, draw nigh to God, and he will draw nigh to you. You need no mediator between yourself and Christ. The priest is a false intruder there. Jesus calls you to come to himself. He is both human and divine. He is bone of your bone and flesh of your flesh, yet without sin. God is in him. He is one with us and one with God. Suffer nothing to come between your soul and him. Suffer no saint, no angel, no virgin, no priest to come between you and Jesus Christ. Go to him for the pardon of all your sins. Make to him your confessions. He can absolve you and will, yea, does, if you truly believe in him. Priestly absolution is a lie. It is a blasphemous pretense. The sentence, I absolve thee, whether from the mouth of Romish priest or Protestant minister, is profane. Be not deluded by it. Your fellow sinner cannot absolve you from the sins you have committed against God. Turn from these idols and vanities. Jesus is all you need. His blood is sufficient to atone and cleanses those who simply trust in him from all sin. Search the scriptures. They testify of him. Come to him that you may have life. His heart is touched with the feeling of your infirmities. None can sympathize as he can. None can help as he can. To you. To each one, he says, him that cometh unto me, I will in no wise cast out. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Thou alone art all we need, for thou alone art all in all. End. Dank. En ik kan u zeggen, als je dat boek, was schön, hè? Als je dat boek kent en je kent de Bijbel, dan kan je niks zo rap meer op een verkeerd been zetten. Maar als je de Bijbel niet kent en als je Jezus niet gelooft, dan loofde jij elke false flag, dan loopte jij elke theater dat ze hier voor u in deze wereld spelen achteraan. Ja. En je gaat het van zijn leven niet begrijpen over wat het gaat. Ik heb verleden week een vriend van mij gevraagd wie hier in België eigenlijk premierminister is, want ik heb geen flauw idee.
idee. Het kan me ook geen barst schelen welke pop daar ergens op een plaats zit en meent hier politiek iets te moeten gaan zeggen. Politiek is voor idioten. En daar zijn heel veel interessante uitspraken over politiek, onder andere zelfs van mensen zoals Plato. Ik zal een keer zien of dat ik hier eentje eventjes een keer kan gaan opzoeken. Want ik weet dat ik er hier een paar heb in mijn teksten die ik hier bewaard heb. Wat zegt Plato hier? Plato heeft onder andere gezegd: "Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber." Dus diegenen die te smart zijn, die te intelligent zijn om zich in politiek te engageren, worden bestraft door geregeerd te worden bij die mensen die nog dommer zijn als zij. Ja, precies. Als je als de op zijn ABN als de slimmeriken geen politiek bedrijven, dan worden de slimmeriken gepolitiseerd door dommeriken. Dat is ook zo, de Martin Heidegger, hè? Dat waren ook een Duitse, hè? Die had een Joodse vrouw. Die heette Hannah Arendt. Die heeft een mooi boek geschreven in het Frans. Le Condition Humaine. Dat is geen stom boek. Ook al was ze dan een Joodse vrouw. En had ze dan een verkering met een Duitse man. Dat is geen reden om aan te nemen dat ze een stom boek geschreven heeft. En die spreekt er ook over, hoor. Dat politiek bedrijven is dat wat we moeten doen. En wat jij en ik nu doen, is politiek bedrijven. Laat mensen ons maar betwisten. Nou, ik bedrijf geen politiek. Want waar komt het op neer? Ja, nee, dat doe je dus wel. In de zin, in de goede zin van het woord. Kijk, het is de bedoeling dat wij mensen een eenheid gaan vormen. Wat die New Age loopt te brullen van we are all one. Ja, dat is ook precies wat wij moeten gaan doen. Heb jij zin in een eeuwige oorlog? Nee. We willen een nieuwe aarde en dan krijgen we ook een nieuwe hemel. Wij willen een eenheid. Nou, die moet ergens vandaan komen. En het idee wat we hier in Nederland hebben. Jullie hebben koning Boudewijn, toch? En wij hebben hier dan koning Willem-Alexander, de huppeltjepup. Wij, als jullie mee bedoelen, ja, wij dat Belgen. Dat levert niks op. Koning Boudewijn is al lang dood. Koning Boudewijn is al lang dood. Vertel mij. Daarna heeft zijn broer overgenomen. Wie is dat nou, de koning dan? Ik weet het niet, maar ik weet dat daarna zijn broer Albert overgenomen heeft, koning Albert. Albert de Derde. En ik denk dat die ondertussen er ook al afgedankt heeft ten opzichte ten voordele van zijn zoon, zeker. Ach. Ik zal het niet weten. Maar ik heb zo'n medelijden met die koninklijk eigenlijk. Hè? Ik ben zo blij dat ik niet veel geld heb. Hier dan, hè? Want die bankrekeningen die stellen toch allemaal niks voor. En die arme koninklijke, die zijn zo gehecht aan het geld. En ze willen allemaal wifi en een mooi banket en zo. Ze hebben zoveel nodig om te genieten van het leven dat ons geschonken is. En ik vind het echt nergens op slaan. Ik heb een tijd, dan werd ik echt boos op mijn omgeving. En dan ben ik gestopt met tabak roken, suiker eten, alcohol drinken, wiet roken, alles eraan, hè. En vlees, 10 gram per week of zo. Hè? En ik genieten, jongen. Dan geniet je echt van je omgeving. Jij bent veganist, volgens mij, toch? Of niet? Ja. Ja, precies. Ik snap wat jij bedoelt. En dan zie je het. Dan zie je hoe mooi het is, hè. Waarin je mag leven. Dat is wat Jezus zei, van Ik leef in het huis van mijn vader. Zo is het toch?
Man, en Nederland vind ik... Ik vind België ook mooi, hoor. En ik vind Duitsland ook mooi. Ik ben in die zin geen nationalist. Maar ik vind Nederland echt ontzettend mooi. Maar het land, gewoon het land. Met die hoge wolken, prachtig. Wat moet je daarvoor betalen? Huh? En dat kost je helemaal niks. Dat is wat ik vind van mijn leven. Ik ga nooit veel naar het ziekenhuis. Echt nooit, helemaal nooit eigenlijk. Maar dat klinkt beter. De schoonheid. Die zorgt ervoor dat ik niet naar het ziekenhuis hoef. Ik hoef alleen maar te kijken en denk ik... Oh, mijn GVD. Dat is een grap, hè? Snap je wel, hè? Wat mooi, man. En ik mag hier leven. En waarom eigenlijk? Zo kijk ik er tegenaan. En dan heb ik ook nog de Bijbel. En man, wat een goed boek. En ik heb een hoop boeken gelezen. Ik heb er niet 10 gelezen. Ik heb er niet 100 gelezen. Ik heb er echt tegen de 2000 of zo. Ik ben bij de katholieken geweest. Ik heb alles uitgeplozen. En de Bijbel is gewoon... heel mooi. Het is een I Ching, net als van de Chinezen, maar dan iets beter. Met de nadruk op iets beter. Ja. Dat vind ik. Dat is mijn mening. En Jezus is mijn redder. Wat hij geschreven heeft, dat heeft mij overeind gehouden en op het rechte pad gehouden. En had ik dat toen niet gelezen, dan was ik mooi de lul geweest. Dat is wat ik geloof. Maar jij mag afsluiten. Ik zit je weer van je verhaal af te houden. Dat is geen probleem. Ik zal wel afsluiten met een interessante quote om de mensen eens een keer duidelijk te maken wie dat de Jezuïten zijn. The church to rule the world. The pope to rule the church. The Jesuits to rule the pope. Such was and is the simple program of the order of the Society of Jesus, and to it they have held fast, except on a few rare occasions of misunderstanding with the vice-regent of Christ, the Pope. Ik denk dat dat van James Edgar Wiley komt, maar ik ben niet meer zeker. Ik heb hier niet staan van wie die quote komt. Maar die brengt het in feite daarop neer. En is denk ik een goed einde van deze uitzending die we vandaag hadden. En eindelijk zijn we eens een keer door Lorenzo Ricci doorgekomen, gelijk dat ik wilde. Ja? Is goed. Was dit jouw laatste woord naar onze luisteraars? En dan ga ik hem even afsluiten. Nee, mijn laatste woord naar de luisteraars is dat ik hoop dat ze ervan genoten hebben. Dat jij straks het laatste woord geeft. En dat ik hoop dat ze in de toekomst nog terugkomen naar onze uitzendingen gaan luisteren. Want ik kan u vertellen, als ik een klein beetje met Perry Peter afspreek, dan gaat dat nog veel interessanter worden. Dan vallen we elkaar niet constant in het woord. Wordt het voor jullie nog interessanter om te volgen. En je kunt heel veel leren. Daar ben ik zeker van. Maar het meeste, vergeet dat niet, leer je in de Bijbel. Gods woord. Daar leer je alles uit. Dat boek heeft alle antwoorden op alle vragen die je ooit al wilde stellen. En daarmee sluit ik af. Bedankt voor de uitnodiging, Perry. Groetjes aan je luisteraars en toeschouwers. En aan mijn eigen. Ja. Voor het geval dat ik dit op mijn kanaal ook oplaad. Dat zullen we dan nog zien. En tot de volgende keer. Bedankt voor de uitnodiging, Perry. Nou... Mensen, aan mijn kant is de audio kloten. Ik heb alles gecontroleerd en Jurk Gliesman valt de hele tijd weg. Maar hij heeft beloofd dat hij aan zijn kant ook alles heeft opgenomen. Dus dat zal goed komen. Het allerbelangrijkste is dat jullie goed naar hem geluisterd hebben. En goed heeft twee betekenissen. Dat betekent dat je goed naar de woordjes luistert. Want hij heeft een beetje Vlaams, Duits, Hoog-Nederlands, Engels. En dan moet je goed erheen luisteren. Dat is goed. Aan de andere kant moet je ook goed naar hem luisteren. Dat betekent dat je op een goede manier naar hem luistert. Niet iedereen weet alles. De onfeilbare mens bestaat niet. Ik ben niet onfeilbaar. Jurk Gliesman is niet onfeilbaar. Goed luisteren. Nou,
Hartstikke fijn dat jullie dit allemaal uitgeluisterd hebben. En dan ga ik nu op de stopknop drukken. En ik stop mijn opname. En ik hoop maar dat die opname van Jurk Liesman beter is dan die van mij. En op zijn thuis, want dat is een gewoonte van mij, dan zeg ik tjus, dag lieverds.